Jullie bepalen welke letter de komende 24 uur voor mij verboden is. Er is iets heel ergs aan de hand met mijn Tesla. Zit je nog droog? Het gaat dus zo meteen veranderen. Oh, nee, ik moet er vandaan! Ik mag dus niet slapen. Dit wordt een lange nacht. Hallo familie, ik ben Rutger en wat goed dat je kijkt naar deze hele... Nog steeds geen halve nieuwe video. Jullie bepalen welke letter de komende 24 uur voor mij verboden is. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit zal zijn om één letter 24 uur niet te mogen gebruiken. Een aantal basisdingen om mezelf in leven te houden mogen natuurlijk wel, zoals ademen, eten en drinken. Maar wat ik bijvoorbeeld dan mag eten, dat hangt natuurlijk wel weer af van de letter die jullie hebben bepaald. Laten we heel snel kijken wat jullie allemaal op Instagram hebben ingestuurd. Mocht je me trouwens daar nog niet volgen, ik heet daar Rutger Vink. Super toevallig trouwens, want echt heet ik ook Rutger Vink. Echt, hoe groot is die kans? Maar volg me daar eventjes en dan gaan we nu kijken naar al jullie antwoorden. Kijk, het zijn er echt ontelbaar veel. Het wordt deze. Oh nee, het is de E. Oh nee, oh, dat mag dan eigenlijk ook niet. Daar zit ook al de E in. Oké, dit wordt echt super moeilijk, want overal zit de letter E in volgens mij. Wat? Dit wordt echt heel erg. Maar gelukkig zit in het woord duim geen E. Dat scheelt dan weer. Dus geef de video nu eventjes een duim omhoog. Laten we met z'n allen gaan voor 20.000. Ik ben heel erg benieuwd of we dat met z'n allen bij elkaar kunnen verzamelen. En mocht je nou nieuw zijn, hallo, welkom. Druk even op de rode abonneerknop onder deze video. We zijn namelijk bijna bij de 750.000 abonnees. En het zou super vet zijn als we dat deze maand nog halen. En laat even een random letter achter, want wie weet ga ik dit nog een keer doen. En dan scroll ik door de YouTube comments en kies ik dan misschien wel jouw letter uit. Die ik dan niet meer mag gebruiken die dag. Nou, ja, we gaan maar een ontbijt zoeken of zo. Zonder de letter E. Dit wordt wat, daar gaan we. Goedemorgen. Hey Paki. Paco is ook zonder E, hè? We gaan wat leuks doen vandaag. Ja, hè? Tijd om een ontbijt te scoren. Ontbijt is gelukkig zonder E, maar heel veel dingen die ik normaal gesproken eet zijn wel met een E, zoals bijvoorbeeld Nutella, hagelslag, krusli is verboden. Oh, dit kan wel. Opro almond, daar zit geen E in. En ik heb nog iets gevonden, namelijk... Oh nee, er zit wel een E in. Nevermind. Geen havermout dus vandaag, want daar zit ook een E in, maar brood. Met kaas en kipfilet. Oh, dat is natuurlijk ook... Laat maar, dat is ook met een E. Zo dom. Het wordt gewoon brood. Met kaas. En geen koffie helaas, want ja, koffie is ook met een E. En bij deze, mijn ontbijt zonder de letter E. Ik wil zeggen eet smakelijk, maar dat mag dan eigenlijk ook niet. Cheers. Oh nee, dat kan ook niet. Dan beginnen we gewoon. Ik ben wel heel erg blij dat in wc geen E zit. Nou, straks misschien wel een S, maar dat hou ik even voor mezelf. Nu ben ik geweest, maar er moet nog een persoon in huis even haar ding doen. En daar hebben we een codewoord voor. Let maar op. Paco, gaan wij samen een... Krasje doen? Ja! Ik krijg trouwens best wel vaak de vraag of ik de stad niet mis. En ik loop net hier en ik bedenk me ineens, wauw, mijn leven is wel heel erg veranderd. Ik ben bijna van de stad naar het boerderijleven gegaan. Maar het antwoord daarop is nee. Ook al mag ik dat misschien vandaag niet zeggen, aangezien daar twee E's in zitten. Ik vind het heerlijk hier. Eigenlijk vanaf het moment dat we verhuisd zijn, is er echt een soort van een laag van rust over me heen gekomen. We woonden in het centrum van Den Haag. Niet dat het ergens, maar je hoort gewoon altijd wel geluid en sirenes en dit en dat. En onbewust... Denk ik dat het me druk maakte of zo? Want nu we dat niet meer hebben, voel ik me echt heel veel chiller en rustiger. En ik ben niet de enige, Paki. Jij vindt het ook leuk hier. Kom maar. Goed. Het is tijd om op avontuur te gaan. Thomas, ben je klaar voor een heftig avontuur? Wacht. Ik mis de muziek. Thomas, ben je klaar voor een heftig avontuur? Volgens mij was het helemaal mijn idee, maar goed. Om jou mee op avontuur. Nou, Siele. Ik vind het ongelooflijk, maar wij gaan met een bestelbus rijden. Dat heb ik al vaker gedaan. Probeer het spannend te maken. Wauw, daar staan we. Oh. De bus zonder de E gelukkig. Ik vind dit heel eng. Hij doet het. Nou, gaat ie hoor. Ik vind het heel spannend. Ik vind het wel even heel grappig om jullie te vertellen dat ik normaal gesproken dus rij als we een bestelbus hebben. Want Rutger durft niet, maar nu is hij aan het filmen en wil hij opeens zichzelf bewijzen. Ik ben stoer, kijk. We hebben namelijk een missie, een hele stoere missie. We gaan afval wegbrengen. Afval zit gelukkig geen E in. Nee, en bus ook niet. Klopt. Als het best. Zo, nou we komen even deze klus klaren. En we zijn weer thuis. Het is zometeen tijd om te lunchen, maar... Kijk wat er naar binnen gekomen is. Oh,
Nieuwe wow. Wauw. Kom eens kijken. Ja. Oh, goed zo. Gelijk erin. Schattig. Volgens mij is de mand helemaal goedgekeurd. Nu tijd om te lunchen. Gelukkig is lunch zonder E. Maar wat moet ik dan precies gaan eten? Laten we weer eventjes de kast induiken. Vreemd, het is nog precies hetzelfde zoals vanmorgen. Ben ik de enige die dat wel eens heeft, dan ben je op zoek naar iets lekkers. En dan kijk je gewoon 6 keer in dezelfde kast. Alsof er dan plotseling ineens iets bij is gekomen. Doe even een duimpje omhoog als je dat ook wel eens hebt. Wacht. Een tortilla wrap, dat kan wel. Met salsa en kip en avocado. Ik drink er nu maar cassis bij. Best een goede maaltijd zo bij elkaar gefixt, denk ik. Eet smakelijk. Even iets heel anders tussendoor. Er is namelijk iets heel ergs aan de hand met mijn Tesla. Wat verwacht je van een auto? Nou, oké, dat hij kan rijden. Check, dat doet hij. Dat hij fijn rijdt, nou, dat doet hij ook. Maar het belangrijkste verschil met een fiets, een scooter en een auto, is dat je in een auto, als het goed is, droog blijft, toch? Daar koop je een auto voor. Ik ga jullie even iets laten zien waar ik achter ben gekomen bij mijn auto. Het is heel erg. En om dat te kunnen demonstreren, gaan we even naar de car wash, want het is droog vandaag. En inmiddels zit ik in de desbetreffende auto, gelukkig zonder E, auto. Maar met? Thomas, ook Hi. Zonder E. En we gaan dus naar de car wash. En dat is gelukkig ook allemaal zonder de E. Let's go. Het moment is daar. We zijn inmiddels gearriveerd in de car wash. Tot nu toe gaat alles nog goed. Zit je nog droog? Ik zit hartstikke droog. Nee. Maar dat gaat dus zo meteen veranderen. Heel erg. Heel eng vind ik dit altijd. Gezondheid. Voet in je elleboog. Hier, eet maar. Hier ga ik echt over dromen. Nachtmerrie dit. Oh, kijk dan alsof je zo wordt aangereden bijna. We zitten nu nog droog, maar ik ga nu laten zien dat mijn auto lekt. Als ik namelijk nu ga optrekken, dan komt het water uit alle gaten en kieren. Moet je maar kijken, daar gaan we. 3, 2, 1. Ja, dat is echt raar toch? Dit mag dit toch niet? Klopt echt niet. En water, daar zit ook een E in. Dat mag vandaag helemaal niet. Dus dat moeten we laten fixen. Het is echt heel raar. Dit lijkt me natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus ik ben even naar Tesla gereden. Want ik heb toevallig vandaag de afspraak. Afspraak gelukkig ook zonder E. Thomas is gezellig mee. Want ik weet niet precies hoe lang het gaat duren. En wie weet kunnen we daar nog even iets gezelligs gaan doen. Oh nee, niet gezellig. Want dat is met een E. Dan gaan we iets doen. Oh nee, dat is ook met een E doen. Dan gaan we iets. Dat ga ik nog bedenken. Oh, dit is ook met een E. Oh, help. In ieder geval, we gaan nu naar binnen. Dat is ook met een E. Naar binnen, naar de afspraak, dat kan wel. Oké, nou, de auto staat op de operatietafel. Ze gaan kijken wat er aan de hand is. Ik ben heel erg benieuwd. Het kan dus nog wel eventjes gaan duren. Ja, is dat overeind? Ja, het is ook niet meer te doen. Het zit er echt niet in nu. Maar we gaan kijken wat we kunnen gaan doen hier. Natuurlijk wel op veilige afstand. En inmiddels lopen we op een nogal lege meubelboulevard. Daar zit inderdaad een E in. Maar ik ga dan alleen de winkels in zonder E. Bijvoorbeeld Lederland, wat ik een beetje raar vind klinken. Maar dat is misschien niet. Daar mag ik niet in, maar waar wel? Pronto. Kijk, pronto. Het is niet helemaal onze stijl, maar ja, dit is een winkel zonder E. Zullen we anders een game over stoel voor jou? Ja, nou, dat zeg ik altijd. Ik vind dit soort stoelen, met alle respect, als je het in huis hebt staan, dan is het gewoon game over. Dan boeit het je niet meer, denk ik. Het zit wel heel lekker, daar kom ik laatst achter. Maar ja, ik sta hier bij de winkel H&H, oftewel haha. Niet grappig, oké. Okay. Waar zit Thomas naast? Wat is het? Is het A, een lantaarnpaal? Is het B, een hijskraan? Nee, kijk, het is een parasol. Het is wel zonder E. Zal ik hem kopen? Even serieus, we dit in de tuin zetten, dan hebben we geen ruimte meer over voor andere dingen. We zoeken nog een leuke vaas voor bij de voordeur en we denken dat we er een hebben gevonden. Ja, het is echt leuk. Vaasje. Ik heb even jullie mening nodig, want soms dan weet ik niet meer wat nou leuk is en wat... Ja, dit is toch verschrikkelijk, of niet? Nou echt, ik kreeg het helemaal bloos, ik werd helemaal blij toen ik dit zag. Ik neem hem gewoon mee. Dat wil hem niet, maar ik koop hem gewoon. Laat gezamenlijke rekening. Laat even weten, is het nou leuk of verschrikkelijk? Of verschrikkelijk leuk, dat kan ook. Eindelijk iets gevonden dat ik mag kopen. Namelijk een pomp. Wauw, en we hebben nog iets gevonden. Hologlas. Dit is echt heel cool. Het is geen goud, hè, maar... Alleen we gaan de verkeerde dingen naar huis waarvoor we kwamen eigenlijk. Dat is vaker zo. We zoeken nog één ding. Nou ja, dat was eigenlijk het enige wat ik zocht. Namelijk een pot voor bij de voordeur.
We hebben dus... Pardon? We hebben in ieder geval allerlei leuke dingen gekocht. Mocht je je afvragen waar die wijnglazen en champagneglazen van zijn, van de Quantum. Dat is gelukkig ook weer een winkel zonder de E. En ze hadden er ook wat lekkers te drinken. Namelijk Arizona. Een van de weinige drankjes zonder E. En ik heb een smaak die ik nog nooit eerder op heb. Snoep, daar smaakt het naar. Oh, ik wil ook even proeven. Zuurtjes of zo, of een lolly. Oh, lekker. Snoepjes van vroeger. Ja. Ik kreeg net ook een melding dat mijn auto klaar is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, daar is die weer hoor. Ik hoop dat die beter werkt dan mijn haar momenteel. Hij schijnt gemaakt te zijn. Er was gewoon iets vanuit de fabriek verkeerd gemonteerd. Het was niet helemaal netjes gedaan of zo. En als het goed is nu wel. Ik kan het nu natuurlijk nog niet testen. Maar dat gaan we gewoon binnenkort merken. Hoop dat ik vanaf nu af aan weer droog zit. Het is in ieder geval nu 4:30. Dus eer dat ik thuis ben, zal het wel etenstijd gaan zijn. Dus ik ga onderweg even iets bedenken wat ik kan gaan eten zonder de letter E. En inmiddels zijn we weer thuis en is het tijd voor avondeten zonder de letter E. En ik heb voor de tweede keer sinds we hier wonen nu sushi besteld. Nu van het andere restaurant. Dus ik ben benieuwd welke nou het lekkerste is. Dat gaan we nu testen. Dat ziet er wel even heel erg lekker uit. Zo erg is dat toch niet? Een dag zonder de letter E. De sushi test, daar gaat ie. Heel lekker. Ik weet dat ik officieel niet jaloers kan zijn vandaag, want daar zit een E in, maar ik ben het wel. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben het opstarten van Fortnite. Daar zit een E in. Dan mag ik niet meedoen. Nee. Wat ga ik dan doen met mijn leven? Terwijl hier nog druk wordt gefortnite, is het tijd voor mijn avondsnack. En dat is kwark. Wat zei je, Richard? Mee eten. Oh, nou goed dat je het zegt. Dit mag helemaal niet. Een lepel. Yo, Tom. Kijk, wie zullen niet al dat geleverd? Dan wordt het kwark met een mes. Mes. Een vork. Ork, ork, ork. Kwark eet je met een vork. Ik heb alleen nu één heel groot probleem. Thomas, slapen is ook met een E. Precies wat ik ga doen. Ik niet. Ik ga film kijken. Dat is natuurlijk ook zonder E, gelukkig. Welke film gaan we dan kijken, Paki? Weet je al iets? Ik heb net twee afleveringen van Unorthodox gezien. Waar gelukkig geen E in zit. Maar dat is echt heel heftig. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ik ben ook benieuwd hoe deze challenge verder gaat. Want het is 1:15 en ik heb het zwaar. Het zwaarder dan normaal. Ik val al bijna in slaap voor mijn gevoel. Je ziet het ook echt aan mijn ogen staan. Ugh, niet meer helemaal recht. Ik heb hier ook wel iemand die het heeft opgegeven. Oh nee. Oeps. Ik word net wakker. Op de bank. Nee. Ik weet niet precies hoe laat het is misgegaan. De laatste keer dat ik op de klok keek was het 2:00. Daarna ben ik blijkbaar per ongeluk in slaap gevallen. Oftewel, de challenge is mislukt. Heb ik het heel de dag helemaal goed gedaan? Gaat het op het laatste moment mis? Ik heb het niet vol. Ik hoop wel dat jullie het een hele toffe video vonden. Als het zo is, laat het me even weten. Geef dat duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren voor nog veel meer video's. En als ik een poging 2 moet doen, laat dan ook even weten welke letter die dag dan verboden is. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video om 4:00 middags. Maar tot die tijd, stay fearless. Doei doei!